Hey lieverd. Hey. Waarom werk je thuis? Ik moet naar de KNO-arts weer. Check-up ja. Voor mijn neus. Ik kreeg er al vragen over. Niks, zijn neusschelpen waren dus weggebrand. Twee of drie maanden geleden? Mm-hmm. Of nu je problemen verholpen zijn? Nou, het ging een tijdje wel echt beter. Geef ook laatst, het gaat echt beter. Ik heb al 2 dagen mijn neus niet gesnoten of zo. Kan je dat nog herinneren? Oh ja. Maar ik ben nu eigenlijk al 3 weken non-stop ziek en verkouden. Nou, ik weet niet of dat door mijn neus komt, maar ik vermoed wel dat het een rol speelt. Ja, en je praat weer helemaal nasaal. En... mijn hoofd zit vol. Als ik dan buk, dan voel ik gewoon een druk in mijn hoofd. Zo, hierbovenin. Dat is niet normaal. Echt, hoe lang je hier al mee kampt? Ja, als ik ga naar de KNO, hopelijk zijn er toch een soort andere checks. Want ik heb wel allergietest gedaan voor huisstofmijt en dat soort dingen. Maar ik denk ook, zou het ook gewoon een kattenallergie kunnen zijn of zo. Ja, dus misschien slim om even te vragen op welke allergie je nou getest bent. Ja. Stel, je bent allergisch voor de katten. Ja, waar ga ik dan wonen? Ja, ik dacht het ook net. Moet echt een leuk flatje voor jou vinden. Ja. Oh, dat zou zo erg zijn. Ja. Weet je wat ik wel denk? Nou. Ja, dit is allemaal hypothetisch, hoor. Dat meen ik niet echt. Maar stel, oké, ik blijf een kattenallergie te hebben. Dat het vooral een shaki-allergie is eigenlijk. Omdat Poppy heel weinig haar heeft en... En ik had die klachten allemaal niet toen we Poppy hadden heel lang. Nou, wie neemt hem, mensen? Bieden in de comments. Bieden in de comments. Oh. Beveiling. Dat zou ik zo erg vinden. Toch, Sjaakje? Dat is even druk. Zijn bak aan de licht. Nu nog kan. En ik ga juist even buiten de deur werken. Niet per se omdat Nick thuis is. Hoewel ik wel echt 100 keer betere focus heb wanneer ik alleen thuis ben. Maar goed, dat ben ik de rest van de week al. Maar het leek me leuk om weer even bij Sayur te gaan werken. Dat is zo'n juice bar waar ik best wel vaak met Lisa zit. Lisa die komt straks als het goed is ook nog even daarheen. Ik heb gewoon heel veel kleine to-do dingen. Maar ja, die duren dan allemaal iets van 20 minuten. Maar ja, bij elkaar ben je daar dan toch best wel lang mee bezig. Dus die hoop ik straks lekker allemaal af te vinken als ik daar zit. Het wordt super lekker weer vandaag. Het is nu nog geen 19 graden. Dus ik heb nu nog even een blazertje aan. Maar in principe is mijn outfit... dit topje, die is van de Primark van heel lang geleden. Deze broek is volgens mij van de Zara of Bershka ook een paar jaar geleden. En mijn platform Dr. Martens. Echt leuk bij ongeveer elke outfit vind ik. En deze vintage blazer, die heb ik in Florence gekocht. Echt bizar trouwens, het is dus al meer dan een jaar geleden dat Nick voor zijn werk 6 weken in Florence zat. En dat ik toen 3 weken langskwam. Dat was echt zo leuk. En dat ik daar ook op die universiteit ging werken en zo. Mocht je me nog niet zo lang volgen, ik zal die vlog zo even hieronder linken. Maar dat was dus begin 2023. En dat was echt zo leuk. Ik heb daar ook nog mijn verjaardag gevierd. Toen kwam Lisa nog een weekend langs. Maar goed, dit is wat ik aan heb. Ik heb mijn strik weer eens in. Het was een tijdje geleden, maar ik had er helemaal zin in. Ik zit bij Sayur en kijk hoe perfect ik in de zon zit. En ik kan mijn scherm gewoon goed zien. Maar ik ga denk ik zo meteen als mijn cappuccino komt, ga ik mijn eerste drankje even buiten op het terras in de zon doen. Echt wat een leven dat je nu ook weer buiten kan zitten. Can't handle. Kijk nou, alsof we op het strand zijn. Heerlijk toch? Lies is al op het strand geweest. Ja, maar het viel een beetje tegen. Ja? Ah, het viel niet tegen, was heel gezellig. Alleen hier in Rotterdam was het echt 24 graden of zo. En toen op het strand, we liepen daar echt, toen was het van best koud. Ja, mijn moeder appte van dat het zoveel graden kouder is in Hoek van Holland dan hier. Ja, en het waaide ook best wel hard, maar we hebben lekker bij een strandtent gezeten en geluncht. Bij de pit? Ja. Lekker. Mijn lievelings. Had je pizza? Ja. Welke? Margarita. Ik had even geen zin in. Wow! Ja, dat zou ik normaal nooit doen, maar ik dacht ik wil gewoon even tomaat en kaas. Sick. Ze hebben daar best bijzondere pizza's allemaal, maar ik dacht... Ja, je hebt toch ook een met blauwe kaas en nog iets heel lekkers. Oh, die ga ik binnenkort weer een keer nemen. Ja, wij moeten ook weer even naar het strand. Ja, lijkt me heerlijk. Echt leuk dat jij bent echt de eerste die ik ken die alweer geweest is. Ja, geweldig. Ja, je moet gewoon gaan wanneer je de kans ziet. Ja, dat is wel echt waar. We zitten nu nog even buiten iets te drinken. Ik had aan Lisa zelfs gevraagd of ze de zonnebrand wilde meenemen. Want ik doe dus elke dag zonnebrand op mijn gezicht. Maar ja, dit had ik natuurlijk niet ingesmeerd. Ik dacht, ik ga gewoon even zitten werken. Maar ja, nu zit ik helemaal te tannen.
Maar na dit drankje gaan we weer naar binnen en dan moeten we even gefocust doorwerken. Dan mogen we even niet meer praten. Wordt zwaar. Dan is de kletspauze weer over. Maar we hebben morgen nog. Ja, precies. En overmorgen en de rest van ons leven. Ja. Nou, los van het in de zon zitten heb ik super veel kunnen doen. En ik ben net nog even snel naar de supermarkt geweest om even wat dingetjes te halen voor het avondeten. En wat te lunchen. En Nick die werkt dus thuis, dus nu kunnen we samen lunchen. Dat is wel echt gezellig. Oeh, oh shit, is niet meer goed hè. Jacques, ik heb donderdag gemaakt. Shakshuka, vrijdag, zaterdag, zondag. Donderdag? Nee, vrijdag heb je die gemaakt. Ik denk dat het nog net kan. Even ruiken. Ik ruik niet zoveel. Ja, het zal wel goed zijn. Ja, dat is echt goed. Ik zou het lekker eten. Ik snel die dingen niet hoeven halen. Voor wat? Voor mij. Ja, ik heb nog eens iets voor. Ja. Mensen vonden ons gekibbel heel leuk. Ons gekibbel? Ja. Dat ik dan zo open zei van, je kan toch even met me wandelen? En dat jij dan zei, nee. Ik wil wandelen al in de supermarkt. Oh. Ik weet het allemaal niet meer. Ik heb lekker geluncht, nog even snel een thumbnail gemaakt en ik ga nu naar May. May zelf is er niet, maar volgens mij heb ik een behandeling bij Angela. Maar goed, het maakt me eigenlijk niet uit, want iedereen die daar werkt is echt heel aardig en goed. En ik krijg een facial en ik heb ook nog over een paar dagen, ik ben nu soort van echt alles aan het afronden en zo, voordat ik naar Griekenland ga, heb ik ook nog echt de dag voordat ik ga bovenlip waksen, wenkbrauwen waksen en lashlift gepland staan. Dan ben ik echt zo helemaal ready om 3 weken in Griekenland te wonen. Ik ben iets te vroeg, dus ik ga snel nog even langs de Ace & Tate. Want daar is mijn zonnebril op sterkte van. Die wil ik ook meenemen op vakantie en zo als ik daar ga autorijden. En die had ik expres heel strak laten verstellen, omdat die heel snel van mijn neus glijdt. Alleen nu is hij zo strak dat hij weer heel erg pijn doet achter mijn rechteroor. Dus ik hoop dat ze hem op een manier kunnen buigen als ze hem warm maken, dat hij gewoon niet van mijn neus glijdt, maar ook geen pijn doet. Dus ik neem jullie mee naar Ace & Tate en naar May. Zo, ik sta weer buiten en mijn huid, wacht even in de zon staan, dan kan je denk ik het beste zien. Het is zo schoon en glowy en het ziet er gewoon zo goed uit. Het was echt een hele chille behandeling met een peeling waar ik 3 lagen van kreeg. Waarvan de laatste laag die blijft dan gewoon zitten. Dus die zit er nu nog op, dus ik mag nu ook de komende uren mijn gezicht niet nat maken. Ik wilde toevallig wel straks mijn haar wassen, maar ga ik dan of proberen zonder mijn gezicht nat te maken, of ik ga het toch maar gewoon morgenochtend doen. Maar het was zo fijn. Ja, ik film dan altijd een paar stappen van de behandeling, maar het zijn eigenlijk nog veel meer stappen. Eigenlijk is zeg maar het dieptepunt en het hoogtepunt van deze behandeling staan allebei niet op beeld. Want het dieptepunt is het moment dat ze de extractions gaat doen. Dus dan gaat ze helemaal zo langs je huid en dan gaat ze alles uitknijpen. Elke soort van meeeter, pukkeltje, talgkliertje en ook met een naaldje prikt ze dan en dat is gewoon echt best wel pijnlijk, maar het is gewoon een paar minuten en daarna is je huid gewoon zo mooi. En wat echt het hoogtepunt is, jullie zien natuurlijk altijd dat ik dan zo dat masker op krijg. Ik krijg trouwens wel eens comments van mensen die dan zeggen van wow, ik zou dat echt heel naar vinden, maar ze vraagt altijd van wil je het ook over je ogen en over je mond of een van de twee.
En ik ben niet claustrofobisch of zo, dus ik zeg altijd ja, chill. Dus dan is eigenlijk alleen nog je neus vrij. Maar als je dat niet fijn vindt, kan je dat ook gewoon, dat het niet over je ogen of over je mond zit. Maar tijdens dat masker krijg je dan dus een massage. Zeg maar hier een beetje zo bij je borst en vooral bij je schouders aan de achterkant. Dus dan lig je zo net het masker op, terwijl je die massage krijgt, zo in die heerlijke stoel. Nou, dan denk ik echt, ik moet echt vaker gewoon ergens een massage nemen. Dit is echt het hoogtepunt van mijn maand gewoon, als ik daar lig. Dat is zo'n chill gevoel. Ja, en sowieso is Angela, dat is degene die mij nu behandelde, zij is gewoon zo zen en heeft zo'n hele rustige vibe en stem. Dus ik ben echt, ja, echt herboren. Jammer dat ik nu nog moet gaan werken. Maar ja, het is wel zo. Ik link zelfs gewoon het mee hier weer onder voor als je ook denkt, nou, misschien wil ik ook wel zo'n huidtraject of behandeling of iets anders. Ik heb nog een vlog ingepland. Echt, ik blijf die vlogs er maar uit poppen. Ik weet niet waar ik het vandaan haal. Maar het gaat best wel goed tot nu toe. Hé, hey, popje, zit je al buiten? En ik heb nu even een lekkere ice latte gemaakt. Die ga ik hier nog even in het laatste zonnetje, voordat ik ga koken, opdrinken. Echt, what a life. Ik had lekker gekookt. Dit is wederom een, volgens mij via Instagram heb ik dit recept, maar ik zal hem hieronder even linken. Die maakt best wel vaak zijn hele lekkere soba noedels. Best wel makkelijk ook en echt heel lekker. En ik wil nog even met jullie kletsen over de mol. Alleen Nick is nu aan het douchen en zo, want die heeft net hard gelopen. Dus dat doe ik straks even. De Belgische mol trouwens. Oké, het is niet de avond, maar even een ander moment dat we dit filmen. Maar we zouden natuurlijk nog even over de mol kletsen. Nou, we vinden het allebei weer een geweldig seizoen. Ja. Zo genieten. Ik vond dit echt de leukste aflevering. Met die, dat ze moesten liegen tegen elkaar voor wat ze gingen doen en zo. Ja, en dat hij toen met die moeder in bad zat. Oh, zo grappig. Daar gilde het uit. Ja, of stel je voor dat je dat doet. Stel je voor dat een kandidaat met jouw moeder in bad zit. Maar ook gewoon even heen en weer naar België in de nacht. Vanuit Italië. Oh. Maar we krijgen ook steeds de vraag wie onze mol is. We hebben best wel dezelfde mol gehad. Alleen we hebben weken op rij gehad dat onze mol eruit ging. Dus we hadden allebei dat we dachten dat Lin de mol was. Nou, toch? We hadden meerdere mollen. En eentje zit er nog wel de hele tijd in. Ja, maar onze hoofdmol was steeds dan bijvoorbeeld Lin. En bij mol Michael. Ja. En dan ging Lin eruit. Dan was onze hoofdmol Stefanie. Ging zij eruit. Ja. En nu ging Charlotte uit. Dat was de enige waarvan ik dacht, zij is het niet. Nee. Maar nu in die finale, denk ja, wij blijven dus allebei bij Michael. Ja. Maar ik had altijd gedacht dat Michael het was, als hij het is. Volgens mij, als deze vlog online staat, weten zij al of het zo is. Ja, ik had het altijd al gedacht. Maar als Bernard of Senne het is, sta ik er ook niet van te kijken. Dan heb je altijd gelijk, schat. Nee, natuurlijk niet, want ik kies Michael, maar die zal het wel weer niet zijn. Ja. Waarschijnlijk is het gewoon Bernard of zo. Moet je zeggen, ik wist het! Nee, dat ga ik echt niet doen. Maar mijn doel is ook niet per se om te raden wie de mol is. Ik vind het gewoon een heel leuk programma weer. Ja, en als ik in Griekenland ben, dan komt die aflevering waarbij je alle behind-the-scenes dingen ziet, volgens mij. En ik realiseer me ineens dat als jullie dit zien, ik al in Griekenland ben. Ja. Ah. Besef. Oh mijn god, ga snel naar mijn Instagram, want als je me daar nog niet volgt, daar ga ik nog veel meer delen dan je hier op YouTube ziet. Sowieso kan je dus al even vooruitkijken hoe we daar een beetje geland en gesetteld en zo zijn. Maar ik ga natuurlijk ook niet 3 weken lang elke dag vloggen, want mij houdt op een gegeven moment ook gewoon op. Maar ik ga natuurlijk wel, denk ik, elke dag stories plaatsen. Dus ik zou het heel leuk vinden als je me op Instagram wil volgen. Goed. Weer een ander moment. Ik zou even stoppen, als dan krijg je een flag. Een copyright claim. Ja. Van dit akkoord. Maar schat, even nog, dit is weer een ander moment, maar
En op TikTok, daar plaats ik ook weer andere dingen. Ik wilde ook nog even terugkomen op jouw KNO, want we hebben helemaal niet meer verteld wat daarmee gebeurd was. Niks. Ik ging daarheen en ik zei tegen... Nou ja, ze had wel een punt, maar het was niet wat ik wilde horen. Ik zei tegen haar, ja, ik ben constant verkouden, het houdt me niet op. Toen zei zij, nou laat ik even naar je neus kijken. Het ging ze zo naar die slijmvliezen kijken, die waren weggebrand. En toen zei ze, ja, dat ziet er allemaal helemaal goed uit. Dus ja, ik kan niks voor je doen. Ik kan er niks aan doen dat jij verkouden bent. Ja. Daar ga ik niet over. Ja, ik doe neusingrepen en weet ik veel, dingen met oren. Maar echt? Ja, als jij een virus hebt of whatever, daar, ja, dat is kut voor jou, maar dat is niet mijn baan. Ja. En ze had je allergieën nog gekeken en... Ze zei, ja, eigenlijk hebben we op alles getest. Zeg maar, we hebben gewoon je bloed en nergens is je bloed op aangegaan. Ze zei, je hebt geen allergie. Oké. Okay. Sikke realisatie wel. Heel ziek. Want ik dacht dus dat ik een walnotenallergie had. Want ik at laatst walnoot en toen ging mijn mond helemaal branden. Toen dacht ik van, hè? Toen had ik nog een walnoot en toen ging het nog meer branden. Maar misschien rare walnoten of zo. Crazy. Ja. Nou, dat was de KNO-update. En ja, ik zie jullie weer bij de volgende vlog. Doei! Doei. Maar ik had dus deze met Nick en die vonden wij zo lekker. Maar moeten we niet ook gewoon sowieso een zak brokken? Wie weet hebben we dan eindelijk een kat geaaid. Ja, of eindelijk ruzie. Ja.